Hoi, deze aflevering gaat over bonsaibomen starten. Ik ga aan de slag voor een bonsaiboom. Mijn oudste zoon heeft heel veel zin om bonsaibomen in model te brengen en in model te houden. Alleen hij is niet zo heel erg goed in de verzorging ervan. Dus ik heb besloten om deze hobby samen met hem te gaan doen. En dan neem ik het op me om de bonsaibomen voor hem klaar te maken. Om de bonsaibomen voor hem te verzorgen. En dan mag hij het leukste deel doen. En dat is dus het in model brengen en in model houden van de bomen. Ik heb bij een tuincentrum twee van deze potjes gekocht met twee kleine struikjes die we dus tot bonsaibomen gaan maken, zodat hij alvast een start heeft. Hij heeft nog één bonsaiboom van het verleden jaar over, dus dan kan hij al mooi beginnen met zijn hobby met drie boompjes. In deze aflevering ga ik het boompje dus, of tenminste de plant, ga ik in de pot plaatsen en dan over een maand kan hij dus gaan beginnen met het in model brengen. En ondertussen ben ik voor hem dus boompjes aan het stekken en aan het zaaien. Maar goed, dat ga je zien in andere video's. Ik moet er wel bij zeggen, dit is geen kennisvideo of adviesvideo. Want de kennis heb ik zelf ook nog niet. Ik moet ook zelf van alles nog leren over bonsaibomen. Dus het is eigenlijk puur een inspiratievideo. Heb je dus ook een leuke hobby in je hoofd, maar ja, is het echt helemaal nieuw en weet je er niet zoveel van? Hopelijk inspireert deze video je om te beginnen. En ik zeg eigenlijk altijd, aldoende leert men. Dus terwijl ik dit ga doen, hoop ik van alles te leren over bonsaibomen. Dit wordt even flink trekken, want er zitten echt flink wat wortels daaraan vast. Maar die worden er toch afgeknipt, want die passen niet in het potje. En die zullen de boom alleen maar verder omhoog duwen. Dus ik zal even hierin knippen en dan kan dit mooi uit het potje. Ik heb dit losgeknipt en dat kun je hier ook aan de onderkant zien. Dan kan je het makkelijker uit het potje krijgen. Zoals je ziet, hij stijgt boven mijn potje uit. Dus er zal het een en ander aan wortel hieronder geknipt moeten worden. En dat betekent dus wel, als je wortels knipt, dan zal je ook wat van het groen weg moeten knippen. Want hij heeft nu genoeg wortels voor het groen dat hij dus heeft. Dus als je daarin gaat snijden, dan moet hier dus ook het een en ander weg. Nou, ik ga dus nu voorzichtig alle grond weghalen tussen de wortels uit. Ik heb van mijn zoon geleerd om hiervoor een stokje te gebruiken. Ik zag hem de vorige keer, toen hij de vorige boom ging planten, met een stokje alle grond ertussenuit vandaan halen. Dus ik ga hem gewoon nu nadoen. En dan kom ik zo weer terug wanneer ik heel veel grond tussen de wortels vandaan heb gehaald. Ik heb al bijna alle grond weggekregen. Nou, er zit hier en daar nog een klein beetje grond die goed wordt vastgehouden door de wortels. Dus ik ga het laatste beetje eruit halen door dit in een bak met water onder te dompelen. Ik heb zoveel mogelijk grond er nu uit weggespoeld. Dus nu is het even de zaak om ervoor te zorgen dat hij hierin past. Als ik hem zo met wortels en al ga planten, dan gaan de wortels zich omhoog duwen. En dan komt het plantje omhoog. Dus dat is dan ook niet zo heel erg handig. Dus ik ga gewoon knippen. En daarbij is het dus wel, wat ik knip moet ik aan wortels, moet ik dus ook aan takken gaan wegknippen. Want dit zijn dus wortels die de takken hard nodig hadden om zichzelf te onderhouden. Die heb ik dus weggehaald. Dus dat ga ik dan aan takken zo meteen ook moeten wegknippen. Nou ja, kijk, zo past het er wel prima in. Dit steekt een beetje lelijk er bovenuit. Dus dat gaan we gewoon zo even wegknippen. Nou hoop ik alleen niet dat ik iets heel belangrijks wegknip. Zo. En die, maar dat gaan we vanzelf wel merken. Zoals ik al zei, daarom heb ik ook goedkope plantjes gekocht om te leren en dus te oefenen. Zo, nou, dit gaat zo prima in het potje passen. Dan ga ik even een aantal takjes wegknippen, niet veel. Want zoals ik al zei, mijn zoon mag het in model brengen, maar ik heb wel wat wortels geknipt. Dus dan moeten ook wel wat takken af. Hier onderaan mag het natuurlijk wel weg, want het moet op een boom gaan lijken. Dus dan door hier onderaan alvast het een en ander weg te knippen, gaat het straks meer op een boom lijken. En ik zat net al te kijken van, volgens mij is het wel leuk om de boom die kant uit te laten groeien. Dus dan zou dit de voorkant worden. Dan kan dit hier onderweg.
En even kijken hoor. Wat zou nog meer handig zijn? Ik denk dat dit hier onderweg kan en die hier onderweg kan. Even kijken of het naar mijn schatting een beetje genoeg is. Ik denk het zo wel. Dit aan wortels, dit aan groen. Het zou jammer zijn als ik juist de takken die ik mooi vind, als die dan aangetast worden. Even goed kijken en goed nadenken wat anders ook nog meer weg zou kunnen. Ik denk dat dit stukje hier wel weg kan. Zo. En dit stukje hierboven. Dan denk ik dat ik nu genoeg heb weggeknipt. En dan kan, als ik het geplant heb, kan die dus rustig gaan wortelen en bijkomen. En dan over een maandje kan ik het aan mijn zoontje geven. En dan mag hij hem in model gaan brengen. Zo, dan ga ik de wortels even een beetje zorgen dat ze een beetje plat komen hier. Ik heb dus een pot met een gat erin, zodat het water lekker wegloopt. Het handigst zou zijn als ik hier een roostertje in zou leggen, zodat de grond hier niet uit weg gaat. Maar ik heb niet zo'n roostertje, dus we gaan gewoon proberen of dit zo ook werkt. Ik leg het gewoon wel even op een deksel van een bakje. Dan ga ik hier grond bij doen. Dit is grond. Ik gebruik zij- en stekgrond vermengd met stukjes perliet. En dat ga ik dus als grond gebruiken voor in mijn bakje. Dus misschien noem ik het per ongeluk potgrond, maar dat is het niet. Het is zij- en stekgrond met perliet gemengd. Ik had gezien dat mensen de grond ook een beetje luchtvrij proberen te maken door er met een stokje een beetje in te prikken. Nogmaals, ik ben een beginner wat bonsaibomen betreft. Ik moet nog heel erg veel leren, dus als er heel toevallig iemand kijkt die boordevol met bonsaikennis zit, laat alsjeblieft tips hier voor me achter, want daar leer ik dan ook weer van. En dat vind ik altijd een voordeel van de video's die ik maak. Als iemand kijkt en ziet dat ik wel hier en daar wat tips kan gebruiken, dan is dat natuurlijk voor mij, maar ook voor mensen die dan hieronder de reacties lezen, ook erg leerzaam. Want dan kunnen de anderen daar ook mee aan de slag gaan. Oké, dan kan ik er weer wat grond bij doen. Ondertussen ga ik er ook alvast een beetje water bij gieten. Daarom heb ik het ook even in een bakje gedaan. Zodat, want als ik plantjes plant, dan merk ik altijd dat zodra ik er water bij doe, dat de grond dan meteen weer inzakt. En dan weet ik dus precies hoeveel grond ik erbij kan doen. Ik heb ook wel eens gezien dat mensen de bonsaiboom vastzetten met ijzerdraad, zodat de boom niet beweegt en daardoor beter kan wortelen. Maar ik ga even kijken of het me zo ook lukt. En zo, ik heb een bonsaiboom gepot voor mijn zoon. Over een maand, als het boompje goed geworteld is, dan kan ik beginnen met plantenvoeding geven. En ik denk dat hij over 2 weken, als de boom een beetje heeft aangeslagen, dat hij zou kunnen beginnen met het in model brengen van de boom. Ik ben benieuwd hoe de boom zich even aanpast nu aan de nieuwe pot en hoe dat dan verder gaat. Maar ik zal jullie dat ook zeker laten zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.